De gezondheidszorg in Nederland presteert over het algemeen goed. Onze zorg is vaak van hoge kwaliteit en goed toegankelijk. Dat willen we in de toekomst zo houden. En, waar dat nu nog niet zo is, verbeteren. We gebruiken echter steeds meer zorg. Want de medische technologie ontwikkelt zich snel, waardoor er ook steeds meer mogelijk is. Bovendien vergrijst de bevolking en komen chronische ziekten vaker voor. Dat vraagt steeds meer middelen en mensen, waardoor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg onder druk komen te staan. Want op dit moment werkt al 1 op de 7 Nederlandse werkenden in de zorg. En dat zou er in 2060 meer dan 1 op de 3 kunnen worden. Het is maar de vraag of we zoveel mensen beschikbaar hebben. En bovendien kost het ook steeds meer. De komende decennia moeten Nederlanders naar verwachting alle welvaartsgroei inzetten om die toename van zorg te kunnen betalen. Dat zet ook druk op het maatschappelijk draagvlak. Mensen vinden dat zorg hen al te veel kost en vragen zich af of goede zorg voor hen nog wel beschikbaar zal zijn. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzocht hoe de zorg ook in de toekomst houdbaar kan blijven. De belangrijkste conclusie van de WRR is dat we op een andere manier prioriteiten moeten gaan stellen. We moeten betere en scherpere keuzes gaan maken over de inzet en verdeling van mensen en middelen in de zorg. Daarbij moeten we kiezen voor zorg die onze gezondheid zoveel mogelijk bevordert. En die kwaliteit en toegankelijkheid van zorg versterkt waar dat nodig is. En dat we de personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid op peil en met elkaar in balans houden. De aanbevelingen van de WRR rusten op de 3 pijlers. En zijn gericht aan samenleving, politiek en uitvoerende organisaties. Maatschappelijk draagvlak is onmisbaar voor het maken van keuzes in de zorg. Dat moeten we dus versterken. Bijvoorbeeld door maatschappelijk gedragen lange termijnvisies en het meer betrekken van de burger. Ook is het van belang dat de politiek scherpere keuzes maakt, meer verantwoordelijkheid neemt en bijvoorbeeld op een meer verplichtende manier inzet op gezondheid en preventie. Daarnaast moeten we het uitvoerend vermogen van de overheid en toezichthoudende instanties versterken. En de zorg die we als samenleving opbrengen, op een weloverwogen manier gaan afbakenen. Bijvoorbeeld door een duidelijkere rolverdeling tussen zorginkopers, politiek en toezichthouders. Zo houden we onze zorg ook in de komende jaren houdbaar. Meer weten over de aanbevelingen van de WRR? Lees het rapport Kiezen voor houdbare zorg.